Lammers, ik zeg u dat u vandaag goed moet opletten. We gaan uw strafzaak behandelen. Maar u bent niet verplicht om op vragen antwoord te geven. Dat begrijpt u? Mevrouw de officier, wat wordt verdachte te laste gelegd? Pim Lammers wordt verweten dat hij 's avonds laat op 21 juni in Ede een fiets heeft gestolen. De eigenares van die fiets heeft het zien gebeuren, riep haar vriend. En samen met hem is zij op de scooter achter Pim aangereden. En toen Pim door de eigenares en haar vriend op de scooter werd ingehaald, heeft Pim de fiets hard tegen de eigenares aangegooid. Zij heeft hierdoor pijn geleden. Wat een fucking bullshit. Meneer Lammers, hoe kwam u eigenlijk aan de fiets van aangeefster? Ja, ik zag gewoon een fiets zonder slot staan en ik dacht, ik breng hem naar het politiebureau. Mevrouw de officier, klopt het dat de fiets van aangeefster niet op slot stond? Dat klopt. Er is geen sprake van braak, maar het blijft wel diefstal. Meneer Lammers, klopt het dat u vervolgens de fiets tegen de eigenaresse heeft aangegooid? Ja, zij vielen mij aan en dan moet ik mezelf verdedigen natuurlijk. En ja, als die fiets tegen haar aankomt, dan is dat toch haar eigen schuld. Goed, dan heb ik eigenlijk nog één vraag voor u. In welke richting lag eigenlijk het politiebureau? Weet ik veel. Goed, dan is nu het woord aan de officier van justitie voor haar requisitor. Ga uw gang. Dank u wel. Ik moet u zeggen dat ik heel erg twijfel aan de verklaring van deze verdachte, aan zijn geloofwaardigheid. En daar komt nog bij dat deze verdachte bepaald geen onbekende is van politie en openbaar ministerie. Hij is namelijk al eerder opgepakt geweest voor fietsendiefstal en voor openlijke geweldpleging. En het is eigenlijk alleen vanwege zijn leeftijd toen dat die zaken niet aan u zijn voorgelegd. De getuigenverklaringen in deze zaak wijzen allemaal in de richting van diefstal. En dus in een heel andere richting dan de richting die deze verdachte ons wil doen geloven. De fiets stond bovendien in de buurt van een snackbar. Als hij dan zo bezorgd was over die fiets, dan had hij toch even naar binnen kunnen gaan en kunnen vragen naar de eigenaar van de fiets. Ja, en wat betreft zijn beroep op noodweer. In de eerste plaats heeft Pim de situatie zelf in het leven geroepen. En bovendien was hij, en dat zeggen alle getuigen, hij de agressor in deze situatie. Hij was degene die de fiets in de richting van het slachtoffer gooide. Ik eis daarom, wegens diefstal en mishandeling, een werkstraf van 90 uur. Meester Visser, wat heeft u namens uw cliënt hier tegen in te brengen? Dank u wel. Edelachtbare heer politierechter, Pim had de beste bedoelingen. Hij wilde de fiets juist naar de politie toebrengen. Vervolgens wordt hij tot zijn grote schrik door twee mensen op een scooter aangevallen. In een daad van zelfverdediging heeft hij die mensen van zich willen afschudden, met de fiets. Dat is het hele verhaal, niet meer en niet minder. Hij heeft geen misdrijf begaan. Ik zou er nog aan willen toevoegen dat Pim jong is. Hij kon op die avond niet alles helder overzien, maar zijn bedoelingen daarentegen waren zuiver. Pim moet dan ook worden vrijgesproken van al hetgeen hem is te laste gelegd. Goed, meneer Lammers, dan is nu aan u het laatste woord. U mag nog zeggen tot slot wat u ervan vindt. Kijk, mijn bedoelingen waren gewoon goed en voor je het weet zit je hier. En wat zij zegt, ja, ik ben een keer opgepakt, maar ik heb mijn leven gebeterd. Is hier dan zo eens een dief, altijd een dief? Dank u, dat was dat uw laatste woord. Ik sluit nu de mondelinge behandeling. Ik zal de zitting nu even schorsen. Ik ga samen met de griffier nadenken over de uitspraak. Ik kom over een paar minuten bij u terug. Nederlands, de zitting wordt weer hervat en ik zal nu de uitspraak doen. U heeft mij niet kunnen overtuigen met uw verhaal over die fiets. U zegt dat u de fiets naar het politiebureau wilde brengen, maar u reed eigenlijk de hele andere kant op. En dat terwijl u heel goed wist uit eerdere ervaringen met politie en justitie waar het politiebureau was. Dus dat verhaal vind ik niet geloofwaardig. En ik neem daarom aan dat u de fiets heeft gestolen, dat u mee wilde nemen om zelf te gebruiken. U hebt aangevoerd dat u zichzelf verdedigd heeft laten hand toen de aangeefster en haar vriend naar u toe kwamen. Ik wijs u er echter op dat de eigenaresse van die fiets, aangeefster en haar vriend,
allebei hele duidelijke, eensluidende en consistente verklaringen hebben afgelegd. En die staan recht tegenover uw verklaring. Er was ook geen enkele reden voor die mensen om u aan te vallen. Ze wilden alleen de fiets terug hebben. En u hebt in de worsteling die toen plaatsgevonden heeft, die fiets hard tegen aangifte aangegooid. En dat heeft pijn gedaan en dat heet mishandeling. En er was geen reden voor u om dat te doen. U werd niet aangevallen op de manier zoals u zei. Dat is niet komen vast te staan. En ik wijs dat beroep op noodweer dan ook af dat door u gedaan is. En ik verklaar daarom wettig en overtuigend bewezen dat u zich zowel aan diefstal heeft schuldig gemaakt als aan mishandeling. En ik verklaar bewezen verklaarde strafbaar en u bent ook strafbaar. En dan kom ik bij de straf. U bent niet de eerste keer met politie en justitie in aanraking gekomen. U bent vaker voor dit soort feiten bij de politie en justitie geweest. En dat telt mee. U bent niet voor het eerst. U hakt niet voor het eerst met dit bijltje. En dat zal meewegen in uw nadeel bij de strafmaat. Aan de andere kant staat dat u nog redelijk jong bent. U bent student. U kunt uw tijd goed gebruiken, anders dan in de gevangenis te zitten. Dus ik zal u veroordelen tot een werkstraf zoals geëist door de officier van justitie. U moet 90 uren werken en als u dat niet doet, moet u 45 dagen vastzitten. Goed. U heeft 14 dagen de tijd om hoger beroep te komen. Dit is de straf. U kunt nog hoger beroep gaan als u het niet mee eens bent. Maar dat moet u zelf beslissen samen met uw advocaat. Dan was het dat voor vandaag.